Mobini. Ja, en dan is het weer maandagavond, 9 uur natuurlijk. Tijd voor een gloednieuwe aflevering, ook weer deze maandag, ja, van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, goedenavond. We horen het zo vaak, moedermelk is niet alleen goed voor de baby, maar ook voor de moeder. Nou is er een internationale afspraak gemaakt waarbij dus de fabrikanten van kunstvoeding en de importeurs van kunstvoeding, wanneer ze dus reclame maken voor een product, dat ze aan het einde van de reclame verplicht zijn te stellen dat de kunstvoeding de plaats van de moedermelk niet vervangt. Het is een internationale afspraak. We merken dat dus de fabrikanten en de importeurs zich wel heel keurig aanhouden om telkens weer aan het einde van de reclame te melden dat de kunstvoeding de moedermelk niet vervangt. Waarom, zult u zich afvragen? Het is in principe een beetje begrijpelijk dat de manier hoe, als we straks zullen horen, hoe moedermelk in elkaar zit, zeer complex en een zeer superieure samenstelling, dat geen enkele vorm van kunstvoeding, hoe geavanceerd het ook gemaakt is, de plaats inderdaad van de moedermelk zou kunnen nemen. Daarom hebben we vanavond in Opinie gekozen voor het onderwerp het belang van borstvoeding. De gasten voor vanavond zijn Carmen Scholsberg, coördinator Stibosu. Scholsberg is een gepensioneerde gezondheidswerker. Zij heeft langer dan 40 jaar gewerkt in gezondheidszorg. Scholsberg is begonnen als verpleegkundige en heeft daarna tot aan haar pensioen gewerkt als verloskundige. In het dagelijks leven is zij bezig met het begeleiden van aanstaande moeders en moeders met hun baby's voor het geven van borstvoeding. Kijkers, Carmen Scholsberg. Rilja Udenhout, Deekman. Zij is verloskundige van het Diaconessenhuis. Na de middelbare school doorlopen te hebben, is Deekman gestart met de opleiding voor verloskundige. In 2015 is zij als verloskundige gestart in het Diaconessenhuis. Thans is zij verbonden als trainer in borstvoeding en begeleiding aan de training Baby Friendly Hospital Initiative, waarbij verplegend en niet-verplegend personeel getraind worden. Samen met haar collega Giselle de Vliet van der Leeuw is zij het aanspreekpunt van het ministerie van Volksgezondheid voor borstvoeding gevallen. Kijkers, Rilja Udenhout, Deekman. Dames, goedenavond en welkom. Goedenavond. Ik stel het heel erg op prijs dat jullie tijd hebben willen vrijmaken om hier in deze aflevering van Opinie met ons te zitten. Waar we het vanavond zullen hebben over het belang van borstvoeding. Ik zei daarnet in mijn inleiding dat er dus een internationale afspraak is gemaakt dat bij de fabrikanten en de importeurs van kunstvoeding dat ze verplicht zijn aan te geven aan het einde van hun reclame dat de borstvoeding de moedermelk niet vervangt. By the way, weet ik ook dat er dus ook een afspraak is dat er geen reclame gemaakt mag worden voor kunstvoeding tussen 0 en 6 maanden. Je zult je afvragen misschien maar waarom dit alles. Hoe belangrijk is het geven van borstvoeding eigenlijk? Als we beginnen dus met, je weet, het is een wereldorganisatie die erachter staat. En er zijn eigenlijk zoveel lidstaten, landen, die eigenlijk zich geschaakt hebben aan toen er in de tijd van, dat was in 1995, toen het eigenlijk zo slecht ging
met kinderen. Eigenlijk die sterftecijfer was heel erg hoog. Ja. Toch? Toen is de WHO heeft aan de bel getrokken, die heeft de zaak onderzocht en bleek dat er eigenlijk moeders terug waren gevallen naar het geven van flesvoeding. Eigenlijk borstvoeding had geen plaats meer. Ja? En toen hebben ze gezien dat eigenlijk doordat moeders geen borstvoeding meer gaven, dat de sterftecijfers zo hoog waren. Wow. Dus toen hebben ze dus, zijn ze in actie gekomen. En daar hebben ze verschillende landen achter zich gehad. En dan zijn ze dus, zeg maar, die flesvoeding gaan aanvechten. Ja. En wat is eruit gekomen? Dus dat moeders eigenlijk zodanig, zeg maar, geïnformeerd werden om ze aan te geven hoe belangrijk die borstvoeding is voor dat kind, voor de groei en de ontwikkeling. Maar nou, de fabrikanten die dus die kunstvoeding maken, hè? Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat ze toch hun best zullen doen om bestanddelen misschien. Juist, bestanddelen te zetten in die kunstvoeding. Dus wat maakt dan toch het moedermelk zo belangrijk? Oké, moedermelk is eigenlijk een levend product. Ja, wanneer je kijkt wat er allemaal in moedermelk zit, ja, dat kan dus die blikvoeding die daar misschien hoeveel jaren op de schappen al staat, heeft die niet in zich, omdat regelmatig wordt onderzocht wat er allemaal in die borstmelk zit, in die moedermelk zit. En dat heeft de fabrikant natuurlijk veel later door, waardoor hij misschien het moment waarop hij dat hoort, wat er allemaal in moet, gaat hij pas proberen aan te maken om ook natuurlijk ook in zijn product te brengen. En ondertussen zijn er al zoveel blikken op de schappen. Juist, en die hebben dus dat niet wat de Wereldorganisatie bekendgemaakt heeft, wat ze alweer hebben ontdekt in moedermelk. Ja. Misschien kunt u ons vertellen, wat zit er zo speciaal in moedermelk? In moedermelk heb je bepaalde bestanddelen die in principe niet nagemaakt kunnen worden. En die, waarvoor je inderdaad ook echt alleen moedermelk voor nodig hebt. Een van de dingen zijn antistoffen. Antistoffen kun je niet namaken, komt echt alleen voor in moedermelk. Antistoffen? Ja, bepaalde antistoffen, ja. Die komen alleen voor in moedermelk. Van zoogdieren, maar bepaalde essentiële antistoffen, dat zijn bepaalde eiwitten die je ook hebt en aminozuren. En daarvan heb je 10 essentiële aminozuren die voorkomen in moedermelk. Die zorgen ervoor dat eigenlijk de bacteriegroei in de darmen van het kind wordt geremd. En tegelijkertijd zorgt het ook een beetje ervoor dat bepaalde helemaal vernietigd worden. En dat kun je niet toevoegen in blikmelk, omdat het gewoon niet nagemaakt kan worden. Dat heb je echt alleen in moedermelk. En dat is één van de dingen. En zo zijn er een heleboel andere dingen meer, wat moedermelk heeft, dat niet nagemaakt kan worden. Een van de, nog een bestanddeel bijvoorbeeld, is die... is een ijzerbindend eiwit met een, in wetenschappelijk zouden we zeggen, lactoferine. Die zorgt ook ervoor dat de groei van schadelijke bacteriën geremd wordt in die darmen. En dat komt echt alleen voor in moedermelk. Ja. Het komt niet voor in koemelk, want anderen kunnen zeggen, ja, maar ik geef koemelk, verse koemelk, maar het komt er niet in voor. Daarvoor heb je echt moedermelk voor nodig. Ik hoorde wel eens een keer iemand iets heel moois zeggen, bijna wil ik zeggen iets heel gedurfd zeggen, dat je dus geen koemelk kunt geven aan je kind, want je kind is toch geen kalf? Nee, koemelk is inderdaad voor kalfjes bestemd. Moedermelk is bestemd voor het mensenkind. Waarom? Die eiwitten die erin voorkomen, zijn zodanig afgestemd voor de ontwikkeling van het kind en ook voor de voedingsbehoeften van het mensenkind. In koemelk heb je andersoortige eiwitten.
Een koe moet in een korte tijd heel snel en heel hard groeien om te komen op zijn natuurlijk gewicht. Ja, ja. Een mensenkind heeft dat van ongeveer 5 maanden voor nodig, dus die hoeft niet zo hard te groeien, hoeft niet zo groot te worden als een koe. Dus die heeft dan die specifieke moedermelk eiwitten nodig die van essentieel belang is voor moedermelk. En de koe, die kalf, heeft melk nodig van zijn, Dus het is geen grap dat de persoon maakt om te zeggen dat je in principe je baby geen koemelk kan geven. Nee. Want je kind is geen kalf. Nee. Ja. Moedermelk van dieren is letterlijk aangepast aan de specifieke soort. Dus eigenlijk en van daarom dieren. Is ook, dus koemelk valt veel zwaarder, hè, ja, op de maag van het kind. Moedermelk is licht verteerbaar. In feite wordt alles van moedermelk opgenomen. Huh? En bij, hoe heet het, dat van die koemelk, doordat het ook veel zwaarder... Kijk, bijvoorbeeld als je zou vergelijken, een kind dat moedermelk krijgt, dat zou veel meer kunnen hebben dan koemelk, omdat die veel zwaarder is. Hè? Mm-hmm. En, Nou bent u, mevrouw Schoutsberg, u bent de coördinator van de Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname. Mm-hmm. Afgekort zie ik hier STUBOSU. Waarmee houdt STUBOSU zich bezig? Nou, we zijn op kantoor en daar komen de moeders met baby's, ja, ook zwangere hoor. En dan we informeren ze over het belang, hoe belangrijk borstvoeding is. En in feite, als we zouden beginnen met de zwangere, eigenlijk zijn we al een beetje laat hoor. Maar je zou dus eigenlijk eerder met deze voorlichting moeten beginnen om mensen bewust te maken van hoe belangrijk borstvoeding is. En als de moeders komen, komen ze soms met, als ze een baby al hebben gehad, met problemen. En dan kunnen wij ze op weg helpen. Want weet je, tegenwoordig blijven ze niet zo lang in het ziekenhuis. En dan zijn ze gauw weg, soms binnen 24 uur. En dan hebben ze niet de nodige informatie gekregen. Ja. Nou, en dan komen ze bij ons. En dan heb je daar bijvoorbeeld, je hebt moeders die eigenlijk nog een beetje twijfelden. Zal ik nou doorgaan ermee? Dat wij proberen ze dan inderdaad zo ver te krijgen dat ze, doorzetten. Ja, ja. Om die borstvoeding te geven. Ja, ja, ja. Waar zijn jullie gevestigd? We zijn op het terrein van BOG. Aan de Rode Kruislaan 22. Ja. Ja, ja. Zuster Diekman noemde wat moedermelk bevat, hè, wat het heeft. Maar expliciet de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind. Daar ben ik een beetje in de war, want ik ga ervan uit dat borstvoeding voordelen heeft. Alleen voor het kind. Ja, voor het kind. Maar dus, ja, voor de moeder. Ik leer nu dat borstvoeding voordelen heeft voor moeder en kind. En, ja, voor help moeder, u ons even. Voor moeder en kind. Waarom ook voor de moeder? Ook vlak na de bevalling, dus nadat de baby geboren is. Doordat de baby gelijk wordt geplaatst, gelijk wordt gelegd aan de borst, wordt gestimuleerd om direct aan de borst te gaan. Door die prikkeling komen er ook bepaalde hormonen vrij. Een specifiek hormoon is het oxytocinehormoon. Die zorgt tegelijkertijd dat die borstmelk eruit komt. Dus nog niet voor de aanmaak, maar eruit komt. En dat hormoon zorgt tegelijkertijd door die prikkeling aan die tepel dat die baarmoeder eigenlijk gaat samentrekken. En waardoor de plek waar in principe de baby is geboren, die placenta die eruit komt, dat is die moederkoek zoals we het kennen in volksmond, daar komen natuurlijk bloedvaten ook vrij, want dat stukje is in principe eruit. En doordat die baarmoeder zich gaat samentrekken, worden die bloedvaten dan dichtgeknepen, waardoor het zorgt voor minder bloedverlies na de bevalling. Tegelijkertijd zorgt er ook voor dat het een band creëert tussen moeder en kind. Dat is natuurlijk een band creëert tussen moeder en kind. Het heeft voor de moeder ook nog voordelen als ze zijn, zoals dat ze eigenlijk de kilo's die je bent aangekomen, al die pondjes tijdens de zwangerschap, dat je dat in principe weer makkelijker teruggaat naar je gewicht van voor de zwangerschap. Die kilo's vliegen er zo af en dat is inderdaad wel zo. Heb ik zelf ook toegepast. En ja, en het werkt echt wel. Het heeft voor de moeder ook op medisch gebied ook
andere voordelen, zoals het verlagen van bepaalde kankersoorten. In deze vooral het ovariumkanker, wat we kennen als eierstokkanker. Dat het dat het risico verlaagt. En ook andere suikerziekten. Mm-hmm. Ja. En zouden we, als we kijken naar, zeg maar, we zouden die twee moeders moeten categoriseren of moeten verdelen in twee groepen. Mm-hmm. Dan heb ik aan de ene kant de jonge moeders en aan de andere kant de iets oudere moeders. Mm-hmm. Is er iets dat jullie misschien opvalt of jullie iets, hebben jullie misschien op te merken aan een verschil tussen de jonge moeders qua borstvoeding hoor, en de oudere moeders? In principe niet zozeer hoor. Omdat de motivatie moet je doen bij beide. Ze willen allemaal, ze willen beide ook inderdaad wel borstvoeding geven. En je hebt niet echt een verschil van ja, de jonge moeders geven minder dan de iets oudere moeder. Nee, dat heb ik in principe niet gemerkt. Ja. Wat wel een vaststaand feit is, als je niet vroeg begint met het promoten van de borstvoeding, ze niet vroeg alvast begint te leren over de voordelen van de borstvoeding, dat vaak de keus dan anders gaat. Ja. Omdat ze in principe de keus maken op basis van onwetendheid. Ja. We zijn op straat geweest ook voor u en we hebben wat straatinterviews omtrent dit desbetreffend onderwerp. En we hebben de mensen op straat gevraagd wat hun mening is omtrent borstvoeding en het geven van moedermelk aan uw kind of aan kinderen. Kijk even met ons mee. Borstvoeding is niet genoeg voor ze. Is niet genoeg. Mijn kinderen hebben tot wel 1 jaar, 2 jaar borstvoeding gehad hoor. Daar niet van, tot 1, 2 jaar. Borstvoeding is echt belangrijk, omdat ik heb ook kinderen en van mijn kant heb ik dat kind tot 3 maanden gegeven. En die ander is 7 maanden, dus is echt belangrijk voordat hij. Ja, tot 7 maanden, van mij was het 7. Dus ik zeg, is echt belangrijk om dat kind niet te ziek te laten worden. Ik heb vernomen dat borstvoeding de beste voeding is voor het kind dan gewoon babymelk zelf. Je hebt sommige moeder die zegt nee, ik wil het niet. Ik wil dat kind, omdat het gaat om je werk ook. En als dat kind gewend is naar borstvoeding, wil dat kind helemaal geen pap meer. Want ik heb een kleindochter, helemaal geen pap, geen dingen. Helemaal geen fles. Het is voedzamer voor het kind. Het kind wordt minder ziek en heeft minder kans om infecties of ziektes op te lopen. En voor de moeder is het ook het vermindert de kans dat ze borstkanker krijgt. Ik denk dat borstvoeding belangrijk is, omdat je dan de beste voedingsstoffen meegeeft aan je kind, aan je baby. Want ik denk dat er geen vervanging mogelijk is of iets beter is dan gewoon je eigen borstvoeding, omdat die helemaal ingesteld is op jouw kindje. Ja, natuurlijk, want dat is de beste voeding voor kinderen. Het is altijd voorhanden, je hebt het altijd bij je. Hè? Je hoeft er niet voor naar de winkel. Ja. Toch? Het is goedkoper, denk ik ook. Je hoeft er niks voor te betalen. En het is gezonder. Dat zijn, denk ik, de meest belangrijke redenen. Borstvoeding vind ik belangrijk in eerste instantie. Dat contact tussen moeder en kind wordt hechter. Ja. Dat kind leert de moeder kennen en de moeder leert dat kind ook kennen. En ten tweede, ik vind het altijd de beste voeding boven alle andere voeding heen. Blikvoeding, dat soort dingen enzovoort. Dat zijn allemaal bijproducten. Maar de borstmoeder, de borstmelk, ja, dat heeft van nature heeft het een en ander erin om een bacterie in dat lichaam van een kind, ja, te verwijderen. Als ik een kind had, zou ik het wel borstvoeding geven, omdat dat is dat kind eigenlijk manier van voeding krijgen. En ik denk dat als een goede moeder zou je dat wel doen. Ja, dat waren dus enkele reacties van de mensen op straat, waarbij ze dus hun mening hebben gegeven, hoe zij erover denken, over het geven van borstvoeding en moedermelk aan baby's of aan hun kind of aan kinderen. Jullie zeiden me daarnet, dames, dat moedermelk een levend product is. Het hoort gewoon
Het is verbonden aan het lichaam van, die moed, van de moeder. Dat betekent dat dus de voeding van de moeder op dat moment een hele belangrijke rol speelt. Of kan de moeder gewoon toch maar anything eten en het lichaam zorgt ervoor? Of moet de moeder op zijn of haar, op haar voeding letten? Je moet zelf al geeft u geen borstvoeding, is het natuurlijk belangrijk dat je gevarieerd en gezond eet. Ja, ja. Maar het wonderbaarlijke van moedermelk is dat zelfs al is de moeder in een bepaalde slechte omstandigheden, dus dan praten we over ondervoed, dan nog is de moedermelk van kwaliteit. Het verschilt Serieus? Alleen in vetgehalte, wow. Maar alle andere stoffen, antistoffen, wow. Mineralen, vitamine is erin aanwezig. Alleen vetgehalte, dat is in principe anders. Ongeacht hoe de moeder voedingspatroon eruit ziet? Yes. Het voedingspatroon van de moeder draagt er in principe alleen maar bij dat er bepaalde mineralen soms extra bij zijn en vetten. Maar de basiskwaliteit maar de blijft basis toch hetzelfde? Blijft hetzelfde. Zelfs al is de moeder ondervoed. Ja, dat is echt geweldig. Zeggen jullie maar dat tussen de meest essentiële periode van een baby is tussen 0 en 6 maanden. Hè? Zeggen jullie maar dat, dus dat, kind, dat het heel kritisch is dat het kind het liefst moedermelk kreeg. Ja. Oké, maar nu zit ik met iets. De meeste moeders zitten aan het werk. Ja. Dus als na de bevalling de moeders naar het werk moeten, dan valt de babymelk. Of moedermelk, sorry, in die kritische periode, die 0 tot 6 maanden. Hoe gaan moeders dat doen dan? Want de maatschappij van ons, tot zover ik dat weet, laat het niet helemaal toe. Volgens mij heb je 3 maanden. Is niet nou, een ideale situatie. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Weet je, zelfs dat zeg ik, je moet moeders, die moeten eigenlijk op deze hele periode voorbereid zijn. Je zou bijvoorbeeld... als je zo pas zou beginnen, wanneer die vrouw is bevallen om die voorlichting erover te geven, dan weet ik niet of ze zo gemotiveerd raakt. Daarom eigenlijk al, wanneer we beginnen is meestal wanneer die vrouw komt, wanneer ze zwanger is, dan moet je eigenlijk dan al die informatie erbij geven. Toch? Dat ze zich daarop gaat voorbereiden. En dat ze er naartoe gaat werken. Want dan weet je dat ze dan ook, wanneer ze dan er naartoe werkt, in die zwangerschap en zo, dan heb je ook dat het veel makkelijker gaat. Minder problemen. En als er problemen zijn, zijn die ook makkelijker op te lossen. Want die houding die zij daar tegenover heeft, de positieve houding, die bevordert eigenlijk ook dus het hele proces van borstvoeding geven. Ja, ja. En als zeg maar het zover is, dan weet ze ook dat ze gaat vragen wanneer kan ik beginnen met kolven. Het is zelf afkolven. En dan heb je dus dat je er ook alvast in die periode waarin ze nog niet werkt, dan kan ze alvast proberen te oefenen voor een keertje zo te incidentele gevallen. Dat ze afkolft, ze moet misschien naar een vergadering en dan kan ze de voeding afkolven en achterlaten voor degene die op het kind past. In dat uurtje, dat ze, een paar uurtjes dat ze weg is. Maar hoe zien jullie dat in de praktijk? Ik denk niet, maar jullie komen elke dag moeders tegen. Hoe zien jullie dat in de praktijk werken? Want zou het niet zo moeten zijn in principe dat een moeder nadat ze is bevallen, dat ze dus in principe 6 tot 9 maanden in principe de tijd zou moeten krijgen om gewoon thuis te moeten blijven? Zo, te mogen blijven met haar kind, toch? Dat is alleen om die borstvoeding beter te geven. Het zou een ideale situatie zijn. Ja. Dat zou heel ideaal Zeker. Zijn. Maar we zijn nog niet zo ver. Maar we kunnen wel alvast beginnen met de moeder in de gelegenheid te stellen dat ze een ruimte heeft op haar werkplek waar ze zou kunnen of mogen afkolven. Als we daarmee beginnen, dan hebben we alvast een stap in de goede richting gezet. Want ik weet dat dit een beetje in de wereld opkomt. In Europa is dat zo, dat ze dus een beetje bezig zijn te kijken naar... dat kun je geen zwangerschapsverlof noemen, maar dat is... jullie noemden het dan net een ouderschapsverlof. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de Aziatische landen, weet ik nog, dat de Aziatische landen daar het helemaal erg is. Want bijna daar, als je dus als vrouw in bepaalde Aziatische landen, hoor, laat me voorzichtig blijven. Bepaalde Aziatische landen, als je daar zwanger wordt als vrouw, ben je bijna je baan kwijt. Want de mensen van de bedrijven weten van,
We verliezen dan productie aan deze, aan die en dan een paar maanden niks. Waardoor de vrouwen bang worden om kinderen te maken daar. Mm. Met als gevolg lage geboortecijfers. Met als gevolg vergrijzing van die bevolking. Dus dat kreeg je in bepaalde Aziatische landen al. Maar zien jullie dat, waar zou dat moeten beginnen, dit proces, dames? Of zeggen jullie nou, het is goed zo? Want jullie, wat u zegt, ik zou al blij zijn met een ruimte voor de moeders om af te kolven. Maar waar zouden we moeten beginnen om die maatschappij een beetje te bewegen naar jongens? De 0 tot 6 maanden is belangrijk. Zou de moeder niet thuis kunnen blijven? Waar zou ik wil aangeven, kijk, jaarlijks heeft dus die WHO heeft dan een thema. Hè? Ja. En dat thema voor dit jaar, daar heeft die 4 doelen aan verbonden. Onder andere, een van ze is verankeren. En het verankeren, dat geeft aan dus dat je dus zeg maar je zou een beleidsvorming moeten hebben. En die beleidsvorming, waar begint het? De overheid. De overheid zou daaraan, zeg maar, je zou zeggen, paal en perk moeten gaan stellen. Toch? Ja. Zeg wel. Iedereen, want kijk bijvoorbeeld, niet overal geeft die zwangerschapsverlof, hè? Ook. Nee, omdat het geen wet is. Nee, maar juist. Wat is een zwangerschap? Het is een overeenkomst. Maar wat is het nu? Het is niet 3 maanden voor, 3 maanden achter. Zes weken voor, 6 weken na de bevalling. En het is, het is geen wet. Mm. Het is een regeling. Ja, ja. Het is in principe een overeenkomst van de staat met het bedrijfsleven. En niet allemaal hebben die mogelijkheid. Mm. Anderen, ze zijn niet verplicht zelf. Want je hebt anderen die maar 1 maand 30 dagen geven. En dat is het probleem wat we vaak merken in het ziekenhuis voor na de bevalling. 30 dagen. Na de bevalling? Ja. En na 30 dagen moeten ze weer meteen aan het werk? Ja, 30 dagen. En niet eens voor, is er geen dagen, dan moeten we het maar zien te dekken met misschien een zieke dag. Maar het is 30 dagen, ja, dat hebben we nog steeds. Het is geen wet. Dus die 6 weken voor is in principe een regeling, is een overeenkomst. Mm-hmm. Dus, ze zijn in principe wel bezig, want er is een commissie van Volksgezondheid die daarmee bezig is, om na te gaan hoe in principe al dit soort dingen geïmplementeerd kunnen worden. Om een wet inderdaad te maken daaromtrent. Ook een wet omtrent... Hoe de monitoring van borstvoeding en de verkoop van kunstvoeding en vervangingsmiddelen voor kinderen, voeding, dus vervangende voeding voor kinderen, hoe dat allemaal gemonitord is. Ja. Het is in principe nu nog aan de startfase, ze zijn nog bezig. Maar ze zijn wel bezig hoor. Ja. Dus wat dat betreft. Gaat niet zo De overheid heeft wel een goede stap gelegd in de richting. Door de verkoop van een kunstvoeding op de RGD-polies in principe stop te zetten. Dat is inderdaad een hele goede stap. Maar het zou idealer zijn als het werd doorgetrokken dat vooral ook in de overheidscrèches, om alvast daar te beginnen, dat vooral bij de opleidingen van de tantes van de crèches in principe dat onderdeel borstvoeding... Ja. Een onderdeel van zou moeten zijn. Begeleiden van borstvoeding, ouders die borstvoeding willen geven en voorlichting. Dat ook wordt opgenomen in hun opleiding. En dat ook moeders, in principe zou het bijna een vereiste moeten zijn. Dat breng je een kindje van 0 tot 6 maanden, indien u gezond bent, er is geen medische indicatie, dat je niet zou mogen geven of kunnen geven, dat je wel borstvoeding achterlaat voor de baby. Ja. Dat zou heel ideaal zijn als ze dat zouden doen. En het zou een goede stap zijn. En vooral ook dat ze tenminste alvast beginnen bij de overheidskantoor, want daar hebben ze wel grip. Misschien particuliere sector nog niet. Maar op de overheidskantoren dat er wel een ruimte komt. En dan is het echt een ruimte. Het hoeft geen 30 zoveel vierkante meter te zijn. Het hoeft niet per se een commissie ingeroepen te worden daarvoor. Het is gewoon een ruimte ter beschikking stellen met een tafel, 2 stoelen en een koelruimte. Een kleine kantoor, koelkastje, zou het al doen, waar de moeder in de koeltasje met de naam erop. En dan kan ze dan daar plaatsen voor na het werk en mee te nemen voor haar kind.
Kijk, jullie zeggen moeder... Sorry, je wilde nog wat zeggen? Ik heb mogelijkheden die... De moeders die bijvoorbeeld... Want weet je, wat is je collega op het werk? Die moeten ook, weet je, kunnen bijdragen aan je besluit wat je hebt genomen. Ik weet, eentje vertelde me dat ze eigenlijk... Ze zat alleen in een ruimte en ze nam dat kind. De eerste, ik dacht 2 maanden, nam ze het kind mee aan het werk. Ja, want het is alleen maar voeden. Ja, even met kind nog bezig zijn, maar het kind ligt daar en stoort niemand. Dus ze kon dat kind meenemen naar het werk. Toch? En die mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld de meeste, alle 3 ziekenhuizen hebben een crèche. Waar je kind kan brengen. En dat is het mooie van waar naar gestreefd wordt, babyvriendelijk ziekenhuizen. Of babyvriendelijke instellingen. Dat je werkt in het ziekenhuis zelf, maar je kunt gaan om je kind te voeden daar. Ja. Zo, in de crèche. En ook natuurlijk die openbare crèche moet dat mogelijk kunnen zijn als moeder in de buurt werkt. Dat ze van haar chef de gelegenheid krijgt om het kind te gaan voeden. Ja. Weet je, in de pauzetijd bijvoorbeeld. Maar dus, als we nou stellen dat moedermelk zo belangrijk is, dan heb je dus dan moeders waarbij het lichaam van ze na de bevalling geen moedermelk produceert. Hoe doen we daar dan? Maar dat is daar inderdaad voor een medische indicatie. Kijk, het is geen moeten. Dat zegt de internationale code ook niet. Want er zijn soms, jammer genoeg, we zijn allemaal niet volmaakt. Toch? Er zijn inderdaad gevallen waar het een medische indicatie is. Soms is de moeder wel heel goed in staat om moedermelk te produceren. De lichaam kan het aanmaken. Maar vanwege het feit dat ze bepaalde medicatie gebruikt, die van essentieel belang zijn voor haar, echt van levensbelang zijn. Maar omdat die voorkomt in kleine hoeveelheden in moedermelk, en zelfs die kleine hoeveelheden van die medicatie zijn schadelijk voor de baby, mag ze dan geen moedermelk geven, borstvoeding geven. Ja. Voor zo'n moeder is het dan wel gerechtvaardigd, want er is een grondige indicatie, een grondige reden, waarom ze dat niet zou mogen geven. En zoals u zegt, moeders die het gewoon niet aanmaken, zo'n moeder kan het niet. Dus zijn we inderdaad wel genoodzaakt te gaan naar kunstvoeding. Ja. En zo'n moeder wordt dan wel geleerd, toch, hoe ze het op de juiste manier zou moeten oplossen en moeten toedienen. En wat allemaal de andere dingen zijn die bijkomen, risicofactoren, dat alles wat de moeder... Maar er zijn wel mogelijkheden om de productie, indien het dus langzaam opkomt of helemaal niet opkomt. Of nee, laat me de vraag anders stellen. U zegt dat moeten er medische factoren, medische indicatoren erbij komen kijken. Nou, okay. Maar kan het zo zijn dat een gezonde moeder geen medische indicatoren, maar gewoon na de bevalling het lichaam toch geen moedermelk produceert? Kan dat? Is het toch wel medisch? Want dat wil zeggen, dat is toch wel... Ja, percentage. Ja, maar het is maar heel is laag. Wel, is er toch wel iets gaande? Er is toch wel iets gaande. Dan worden er meestal ook andere onderzoekingen gedaan. Ja, maar er zijn wel manieren om dat op gang te brengen? Ja. Een van de simpelste manieren om de productie op gang te brengen is gewoon de baby aan de borst. Aanleggen. En voldoende drinken. Heel mooi, heel mooi. Gewoon de baby aan de borst zetten. We gaan nu naar het volgende interview. En we hebben nu een interview met zuster Doulatip van de RGD, van een RGD poli. We hebben haar ook gevraagd om haar licht te laten schijnen omtrent dit onderwerp van ons vanavond. Kijkt u ook weer even met me mee. Borstvoeding is belangrijk voor de gezondheid van moeder en kind. Het is heel erg belangrijk dat als een vrouw zwanger is, dat ze zich voorbereidt op het geven van borstvoeding. Het is niet alleen nodig belangrijk voor de voeding van de baby, maar ook voor de moeder zelf. Alle stoffen die nodig is voor de groei van de baby, voor de bescherming van de baby en voor het koesteren van de baby, zit allemaal in moedermelk. Het vraagt een stukje offer. En omdat ik goed aware ben waarom het zo belangrijk voor mij is, heb ik die offer gebracht. En we moeten voorbereid zijn op ons zwangerschap en we moeten het beste en willen offers willen maken voor onze kinderen. Om het beste te geven, vind ik. En daarom vind ik eigenlijk borstmelk
belangrijk. De kans op knobbels aan de borsten, borstkanker, verkleint. Baarmoeder, problemen, ziektes aan de baarmoeder, de eierstokken. Al deze kansen worden bij de moeder verkleind. Wat we doen bij het consultatiebureau is alvast de voorlichting. En geven aan moeders. Als ze komen, dan zijn ze al bevallen. Hebben ze al een deel van de informatie vanuit het ziekenhuis gehad. Wat wij doen is, als er klachten zijn of problemen zijn rondom de borstvoeding, worden de moeders voorlichting gegeven. En eventueel krijgen ze de nood. Kunnen ze terecht ook voor adviezen. En als de vrouwen bij ons zijn bevallen, de volgende dag gaan we aan huis. Om te kijken hoe dat gaat met de borstvoeding. En als het moeders zijn die begeleiding nodig hebben, geef we de nodige begeleiding. Je hebt vrouwen die een aantal kinderen hebben gehad, maar nooit borstvoeding hebben gegeven. En geven ons aan van, als ik ben bevallen, krijg ik geen melk. Ik zeg ze altijd, dan ben je niet bij mij bevallen. Want tot nu toe, alle moeders die bij mij zijn bevallen, hebben borstvoeding kunnen geven aan hun kinderen. Het is een kwestie van, hoe werk je mee? Wat weet je? Hoe aware ben je? Wil je het geven? En als je meewerkt en de instructies die we geven opvolgen, dan lukt het wel met de borstvoeding. Wat wij, waarvoor we hier staan, is om mensen de adviezen te geven. We zijn gezondheidswerkers die moeten zorgen dat het goed gaat met moeder en kind. En de nodige adviezen geven. Wij kunnen niet mensen dwingen om het niet op te volgen. Dus wat wij wel doen, is blijven de voorlichting geven. En de moeder blijven aanmoedigen. Kijk, wij verdiepen ons ook als verloskundigen in de werking van borstvoeding. En zelfs als een moeder bij mij zou komen en zeggen, zuster, ik heb weinig melk, kan ik dat ook stimuleren. Ik kan ervoor zorgen dat die moeder meer melk krijgt. Maar dat zijn technieken die je moet toepassen. Ze moeten willen. Er moet een wil zijn en je moet ook die offers kunnen brengen. Je moet weten dat wanneer je zwanger bent en je bent bevallen, er een kind is die zorg en aandacht nodig heeft. Dat betekent een beperkte vrijheid. Je bent niet meer zo vrij zoals je gewend bent. Je leven is veranderd en er is een zorg erbij gekomen. En die aandacht moet je kunnen geven aan het kind. Dat was een interview dat we hadden met de zuster Doula Tip van een RGD Poli. Dames, als we jullie wat moeten zeggen over het geven van moedermelk, dus het geven van borstvoeding in Suriname anno 2018, vandaag aan de dag. Wat zouden jullie erover zeggen? Het is nog niet wat het wezen moet. Daar werken we eraan. Vandaar dat we vooral ook hier zo zijn. Ook in het ziekenhuis, het Diakonesse ziekenhuis, zijn we vooral ook bezig met het voorlichting geven aan, wij krijgen natuurlijk zwangeren. We hebben niet zo vaak ouders die in principe eigenlijk voorbereidingen treffen in principe om, dus eigenlijk plannen voor een kindje dat dief zich vroeg aanmelden. Maar dat zou idealer zijn als je eigenlijk vanaf in principe je een gezinsplanning wil doen, dat je dan informatie hierover krijgt. Dat zou heel ideaal zijn, maar wij krijgen zwangeren die in principe vanuit de huisarts zijn ingestuurd. En daar beginnen we dan al heel vroeg, vanaf de prenatale poli, vanaf bij aanmelding, kregen ze dan informatie omtrent borstvoeding. Gedurende de gehele zwangerschap en ook ook na de bevalling krijgen ze dan de nodige steun en begeleiding bij het geven van borstvoeding. Dan worden ze technieken aangeleerd, de houdingstechnieken, hoe je de baby kunt aanhouden, hoe je de baby moet houden om borstvoeding te geven. Waarop ze moeten letten om inderdaad te kunnen zien dat de baby goed drinkt aan de borst. Dus dat wordt ze allemaal geleerd. Maar om aan te geven hoe het precies is, is toch nog veel te weinig, merken we. Het is ongeveer 2,8% heeft onderzoek uitgewezen
van de moeders. Dus ja, in Suriname. Die borstvoeding geven? Ja, die uitsluitend borstvoeding. Uitsluitend borstvoeding. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet alleen maar mixed feeding. Het gaat om uitsluitend borstvoeding. Van nul, vanaf de geboorte. Tot en met 6 maanden. Waar ligt het? Die begeleiding. Nee. Begeleiding ontbreekt ontzettend veel aan die begeleiding. Dat zien we, want ik heb als verloskundige in de praktijk, dan heb ik bijvoorbeeld die bevalling gedaan. En dan heb ik dat die mensen, dat het daar wel slaagt. Het lukt daar. Maar die mensen die in het ziekenhuis zijn bevallen, die zijn, je hebt anderen die, ik vertel dat eerder, dat ze dan vroeg, ze zijn binnen 24 uur ontslagen en ze komen thuis. En vooral die moeders met hun eerste kind, hè, daar gaat het vaak fout. Dan hoor je vrouwen die al op de derde, vierde dag zeggen ze, ik had geen borstmelk, ik had geen moedermelk, dus ik heb de fles gegeven. En daar heeft het geschort aan begeleiding maar en begeleiding, ondersteuning. Ja, maar begeleiding en ondersteuning vanuit waar? Vanuit, want de moeder bevalt onder normale omstandigheden, de moeder in het ziekenhuis. Mm-hmm. En dan van waar moet de begeleiding en die ondersteuning? Nou, dus vandaar, bijvoorbeeld de stichting. Als ik dus zeg maar voldoende stichtingen waren die deze ondersteuning zouden kunnen geven, zouden het percentage kunnen opvoeren. Maar dan kijk ik een beetje naar zuster Deekma. Dus dit is niet de taak van het ziekenhuis waarin zo'n moeder bevalt. De begeleiding en ondersteuning qua borstvoeding is niet de taak van het ziekenhuis. Natuurlijk wel. Als verloskundige dien je in principe ook die ondersteuning te bieden. Want het is een volledig pakket, als het ware. Het is de moeder voorbereiden, de ouders voorbereiden op de komst. En in principe moet je al vanaf het begin al de vragen hebben gesteld aan de ouders, welke voeding bent u van plan te geven aan uw kind? Dan dient elke ouder zelf, zodra je begint aan gezinsverlening, moet je daaraan denken. Wat gaat de baby eten? Wat gaan wij geven? Borstvoeding of kunstvoeding? En dan is het onze taak om die voorlichting te geven aan de ouders, zodat ze ook wel een bewuste keus kunnen maken. We verplichten niet. Dat is niet onze taak om ze te verplichten. Maar het is wel onze taak om ze op een zodanige manier de voorlichting te geven en de ondersteuning, toch, dat ze een bewuste keus maken. Want borstvoeding geven, ouders die ervoor kiezen om borstvoeding te geven, ja, dat verdient respect en ondersteuning. Ja, maar hoe kan het ziekenhuis, ondersteuning en begeleiding geven als de moeder Hoe ga je drie dagen daar liggen? Daarom hoef je niet precies te moeten om antwoord daarop te geven. Het is handig en het is in principe, het is uit. Eigenlijk heeft ervaring ons geleerd dat we niet moeten beginnen het moment dat de mevrouw is bevallen. Dat de baby geboren is. In principe ben je dan laat. Omdat je dan eigenlijk helemaal van vooraf aan moet beginnen. Ja. Waardoor het dan moeilijker op gang komt. Het is succesvoller. Het welslagen van borstvoeding geven is succesvoller. Als je vanaf het begin, dus vanaf de zwangerschap, in principe dan daar al begint met het geven van voorlichting. En ze natuurlijk de garantie geeft. Dat ze natuurlijk na de bevalling worden begeleid. Wat we ook moeten hebben, dat is ook in de 10-stappenbeleid toch, van de WHO. Is het ziekenhuis niet in staat om, vanwege het feit dat ze eerder naar huis gaan, als de baby moeder gezond en wel is, want het is een ziekenhuisinstelling. Juist, precies. Dus ze moet in de tijd intussen wel eens ontslagen worden. Juist. En dan moet ze wel al voorbereid zijn. Ze heeft dan tenminste al geleerd hoe ze moet aanleggen, vooral als het we noemen dat nieuwe moeders zijn. Maar we moeten ze ook kunnen verwijzen. En tot nu toe hebben we alleen Stichting Sibosu als een instantie waar wij naartoe kunnen verwijzen. En ook de consultatiebureaus. Ja. Ik kan wel niet precies zeggen hoe dat allemaal gaat daar. Maar tot nu toe is het Sibosu als eigenlijk een instantie waar wij vooral als ziekenhuis naartoe verwijzen, waar ze kunnen gaan voor verdere begeleiding. Ja, want dan komen we dan snel weer bij mevrouw Scholsberg. Want ik hoor dat u
coördinator ben van de enige stichting die dus moeders begeleidt in het geven van borstvoeding. Nou, u bent coördinator van de stichting Sibosu. En ik neem aan dat zo'n stichting dan landelijk moet opereren, toch? Ja. Maar dan, hoe doen jullie dat dan, cost-wise? Want ik bedoel, het opereren landelijk is geen kleinkindspel. Oké, kijk, in feite, je moet genoeg mankracht hebben. Wil je ze inzetten. En wat is het, we werken met vrijwilligers. Maar even, is Stichting Sibosu een particuliere stichting? Het is een particulier. We hebben ondertussen bij de overheid. Nee, we hebben niks te maken met de overheid. Okay. De overheid is wel, wat is het? Het was misschien wat makkelijk omdat ik bij de overheid had gewerkt. En ik toen onderdak, toen ik dus, ik zag dus dat eigenlijk die, het promoten en informeren van borstvoeding, dat dat een beetje ging afzakken, heb ik gedacht, weet je wat? Dan ga ik proberen door middel van een stichting dit ding alvast warm te houden, want bij de overheid ging het niet zo goed. En door het warm houden is die stichting ontstaan. Oké, maar hoe komt de stichting aan financiële middelen? Want kijk, een stichting moet je draaien. Kijk, we hebben in de afgelopen jaren hebben we dus activiteiten gedaan en daar heeft het bedrijfsleven ons ondersteund. En maar het was meer, ging het om dus echt die promotie en dingen, want dat was voor ons het belangrijkste. Want informeren, wat is ons eigenlijk hoofddoel? Informatie overbrengen. En het zijn vrijwilligers die het werk doen. We hebben eigenlijk nooit betaling gehad hoor. Maar we hebben gezien dat het heel erg belangrijk was, vooral de moeders die aan het begin, ze zijn naar huis gegaan en dan zo onzeker. En dan heb je daar een familie die misschien dat ding niet zo goed kan ondersteunen en zeg maar, een flesvoeding is dan zo goed, waarom? Ja, weet je? Ja, waarom? Maar waarom, waarom eigenlijk moeders, je zou ze moeten uitleggen ook hoe borstvoeding werkt. Want kijk, vaak, ik ga ook naar de ziekenhuizen. En dan zeg ik, en is uw baby al aan de borst geweest? Ja, maar er komt geen melk. Weet je, en dan denkt ze, ik heb geen melk. Terwijl je eigenlijk als ze geleerd dat mensen lezen slecht. Terwijl je ze een folder geeft en je laat zien hoe, weet je, borstmelk werkt, dat je bij de... Want weet je, wanneer die mensen zijn bevallen, denken ze dat ze al liters melk hebben. En het eruit moet spuiten. Juist, dat denken ze. En dat is vaak iets waar we ze eruit moeten halen. Maar dat dacht het ik ook. Het komt bij beetjes. Nee, bij maar ik trippers. Dacht ook dat het moment dat je al zwanger bent, dat dus die mevrouw al... Dat de melkproductie toch al op gang komt? Nee. De melkproductie wordt gestimuleerd als de baby de borst is. En dat is de reden waarom in het ziekenhuis we nu beginnen met wat we noemen early initiation. Dus het huid-op-huid contact, dat de baby direct na de geboorte op de buik wordt gelegd van de moeder. Waarom doen wij dat? Wanneer de baby op de buik wordt gelegd van de moeder, die lichaamsbacteriën zelf, het heeft ook een heleboel voordelen hoor. Want we hebben allemaal onze eigen lichaamsbacteriën die we hebben. En zodoende wordt die baby helemaal gekoloniseerd daarmee. En dat werkt ook een beetje voor die baby als te zijn net een soort van afweer. Toch? Dat de baby beter bestand is tegen bepaalde infectieziektes. Tegelijkertijd, doordat die baby op de borst, op de buik van de moeder wordt gelegd, raakt die bekend met de geur van de moeder. Omdat in vruchtwater, want wij drogen de handjes niet, de baby wordt wel helemaal goed afgedroogd, behalve de handjes. Want de geur, wat er is in het vruchtwater, zijn er stoffen erin, die maken dat de baby gaat zoeken naar die borst. En wanneer hij dan de borst gevonden heeft, op het tepelhof heb je kleertjes. Die daarin zitten ook geurstoffen van de moeder. En dan zo herkent die baby dat en dan gaat hij happen. Echt de borst vastpakken. Hij stoot er zelf naartoe. De baby kruipt er letterlijk op de buik zelf naartoe. En tegelijkertijd door die druk met die beentjes van die baby op de buik van de moeder, drukt hij zo een beetje ook die moederkoek nageboorte zo een beetje ook verder uit. Dus het heeft allemaal zijn voordelen. Wanneer die baby nou eenmaal hapt aan de borst, aan de borst.
dat geeft een prikkeling. En die prikkeling werkt, gaat helemaal naar je hersenen en die zorgt er weer voor dat er een bepaald hormoon wordt aangemaakt. Die zorgt voor de productie van moedermelk. Tegelijkertijd, bij die prikkeling, komt er nog een hormoon vrij. Is het oxytocinehormoon, die zorgt ervoor dat die moedermelk eruit komt. En dat zorgt tegelijkertijd ook weer ervoor dat die baarmoeder weer op zijn plek gaat. Ja. Ja. Compleet pakket dus. Ja, het is een compleet pakket. Dus daar al beginnen we. Dus vanaf de moeder zich aanmeldt, de ouders zich aanmelden, wordt ze ook uitgelegd dat we dat systeem hanteren en wat de voordelen daarvan zijn en waarom wij dat doen. Maar dan kom ik dan weer terug bij Stichting Stibosi. Mm-hmm. Komen er wel veel moeders? Er komen moeders, maar ik had toch wel wat meer verwacht. Want kijk, bijvoorbeeld, anderen zeggen, ik zeg maar, heeft het ziekenhuis je niet verwezen? Nee, zegt ze, iemand vroeg me, weet je dat er een stichting is? Maar ik weet niet of het zo, de ziekenhuizen, dat, of ze echt dus die verwijzing. Yeah. Je hebt bepaalde, ik heb gemerkt dus dat het diakonessenhuis, oh ja, de laatste tijd heb je ook dat academisch ziekenhuis. Huh. Omdat daar heel veel jonge baby'tjes worden geboren. En die worden wel verwezen naar... Ja, ze worden verwezen omdat we dus natuurlijk ook borstkolven hebben. Ja, want de moeders worden dan geleerd hoe ze kunnen afkolven en de moedermelk kunnen brengen naar het ziekenhuis. Ja. En dan heb je dus dat de kinderarts vandaar, die verwijst de mensen naar ons toe. Ja. Maar u zei, jullie werken samen, mag ik het samenwerking noemen met particuliere bedrijven die dus jullie doneren, financiële middelen doneren? Ja, nou ja, is samenwerking is, het zijn ging meer donateurs. Als ze weten, zijn donateurs. Zijn gewoon, oké, maar is dat nog, zijn die er nog nou, steeds? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de stichting draait op een heel laag pitje. Omdat we, kijk, we hebben dus steeds jongere mensen gehad, maar die mensen blijven, want wat is het? Ze worden niet betaald en ze hebben hun eigen baan. Dus dan gaan ze komen niet. Als je komt in de stichting, ga je alleen mensen zien boven de 60, 65 jaar. Het zijn mensen die alleen de pensioen zijn. Maar zo'n stichting in principe, zo'n belangrijke stichting, zou dat niet onder... Ik noem maar een dwarsstaart hoor, dat het ministerie van Volksgezondheid moet vallen. Kijk, inderdaad, ik had ook gedacht hoor, dat, want ik zit daar onder de paraplu van BOG. En ik dacht dat het zo'n instantie toch wel al lang door moest hebben dat ze wat dan moesten doen. Het is wel dat ze samenwerken, maar... Het maar samenwerken is... Maar misschien moet u aanstalten maken om te zeggen, jongens... Zo willen jullie de zaak niet willen adapteren? U weet hoe de dingen gaan bij de overheid. Ja. Het gaat niet zo lekker vlot hoor, als we gedacht hadden en zo. Want u moet nagaan, ik ben sinds 1995 bezig. Dus niet, nou, en terwijl ik dus zeg maar, ik was toen in dienst van de overheid. Maar we waren apart al bezig als ondersteuners. En geen enkele minister van Volksgezondheid heeft het in zijn hoofd gehad om te zeggen... Deze stichting moet ik adopteren. Nou, ja, dat wordt dus niet aan de orde gekomen, maar ze hebben wel een ondersteuning gegeven. Ja, maar als ik zo uit uw woorden proef, niet goed genoeg. Nou, niet goed genoeg. Niet goed. Maar goed, vorig jaar bij de opening van de Borstvoedingsweek werd de Baby Friendly Hospital Initiative bekrachtigd. Mm-hmm. Wat houdt dat in? Ik zal u zeggen, we hebben reeds in 1995 hadden we eigenlijk dat van dat 10-stappen-project om te komen tot een babyvriendelijke instelling. Ik moet wel eens zeggen, we hebben er heel hard aan gewerkt, want er kwamen zelf mensen uit het buitenland om na te gaan. En het diakonessenhuis was bijna zover. Maar het is gaan afzakken en er is eigenlijk niks van gekomen, dus... Het ministerie van Volksgezondheid heeft dus vorig jaar weer dus zeg maar de draad opgepakt om zeg maar inderdaad moeten komen tot die babyvriendelijke instelling. Om dan dus zeg maar, zoals zij daar is ook een vertegenwoordiger van haar ziekenhuis, dat ze gaan werken aan dat 10-stappenplan. Om daarop in te komen. Het was om de ziekenhuizen baby-friendly te maken. Ja. Yes. We praten nu niet meer over een baby-friendly initiative, maar meer over baby-friendly instituut. Mm.
Dus instelling. Instelling. Het diakonessenhuis, ja, toen waren we in principe op één stap na. Het ging eigenlijk in principe om het beleid, volgens mij. We moesten geschreven beleid hebben. Dat hebben we intussen wel al. En is in 2015 is die ook al herzien. Het personeel was ook al getraind. We zijn intussen, we hebben hem weer opgepakt. Waarbij het verplegend personeel, zowat al voor die 80% al, bijna 84% is getraind. Ook het 10-stappenplan dat in principe ook al lang bekend moet zijn bij niet alleen het verplegend personeel, ook bij het niet-verplegend personeel en dat het ook zichtbaar zou moeten zijn. Dus dat is intussen ook al in place, dus het personeel is getraind. Inroemen, dat is een van de 10 stappen, dat baby's, het kind, moeder en kind voor maximaal een uur gescheiden mogen zijn, tenzij op medische indicatie. Ja, ja, ja. Dus dat de moeder en kind zoveel mogelijk bij elkaar moeten zijn. Alleen bij elkaar? Ja, met begeleiding natuurlijk. Als er een, waarom? Maar hoe gaat het nu? Ze bedoelen in de kamer. In één kamer. Ze zijn in één kamer. Dus niet dat ze gescheiden zijn. Ja, moeder hier en baby op een andere. Maar nu, zijn de baby's apart. Moeders en baby's slapen samen. Ja, en soms zelf in één bed. Dat mag ook. Ja, dat mag ook. Ja. U weet, vroeger was het zo dat baby's apart lag in de kamer. En moeder lag daar op zaal. Als er bezoek was, dan lieten ze de baby achter zo'n ruit zien. Zo heb ik het ook gekend. Maar dat is er niet meer. Nee, dat is er niet meer. Een baby is bij de moeder. Het is de bedoeling dat zodra het kind dus zeg maar aan de borst wil, het zij dus dat het kind het aangeeft door huilen of met een kruidje, dan mag de moeder zelf het kind uit de wieg pakken en aanleggen. Zodat het vraag- en aanbodsysteem, dat de baby op verzoek wordt dus gevoed. Dus we kijken niet op de klok. Ja, niet met de klok. Vroeger was elke 3 uur, maar nu niet. Zodat de baby, zodra de baby erom vraagt. Ja. En dat stimuleert natuurlijk ook de productie. Dus als we eigenlijk zouden willen, als ik zou moeten vragen, hoe ver zijn de ziekenhuizen in het proces? Dan zeggen jullie dat. Bij ons zijn we er in principe al voor 76-80% hebben we onze dat doelen is het diakonessenhuis. Dat is het diakonessenhuis. Ja. Maar de andere ziekenhuizen? Daarvoor daar kan ik nog niet, wat aan. Daarvoor kan ik niet. We kunnen niet veel, maar ik ga naar de ziekenhuizen en ik zie het. Ja. Goed, dames, we zijn zo'n zoetjes aangekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. Maar natuurlijk is het gebruikelijk van ons dat voordat we afsluiten, nadat zo lekker luchtig gebabbeld te hebben over dit onderwerp, dat het mooi is als jullie misschien iets willen meegeven aan die gemeenschap die nu naar jullie kijkt. Oké. Ik vind het belangrijk om toch wat te zeggen over het thema van dit jaar. Dat heeft, zeg maar, borstvoeding voor het leven. Mm-hmm. Breastfeeding is het fundament. Ja? En wat is eigenlijk, want je weet het, zijn dus toen de doelen die de WHO heeft aangegeven, waarbij voedselveiligheid en armoede, daar moet er aan gewerkt worden. En dan valt het niet alleen onder het thema van borstvoeding, maar ik denk dat het een totale, zeg maar, voor iedereen wordt verlangd dat er goede voedingsveiligheid. En want als je nagaat wat er allemaal in ons binnenland gebeurt, dat de mensen die afhankelijk zijn van dus wat ze daar aan voeding en zo krijgen, dat al die dingen ook door kwik eigenlijk zijn aangetast. Weet je, dus het is niet specifiek alleen moeder en baby, maar ook de moeders en baby die in het binnenland zijn, die zijn ook, zeg maar, onderhevig aan al deze gevaren. Dus het is eigenlijk toch om ons zorgen te maken over hoe zit het met hier in Suriname met onze voedsel. Is er inderdaad een voedselveiligheid? En die armoede die er heerst, dat inderdaad wordt aangepakt. Dus het is een heel groot plaatje. En moeders, ik wil persoonlijk tegen ze zeggen, moeders, schroom niet om
je kind het beste te geven wat er is. En dat is borstvoeding waarin alles zit. Kind komt niks tekort. En niet alleen uw baby, maar u heeft er ook voordelen aan. Zuster Deekman. Ja. Ik zou zeggen, het thema om in te gaan, het thema van de Wereldorganisatie, dus Gezondheids-WHO, komt in principe ook overeen met wat wij hanteren in het diakonessenhuis. We hebben natuurlijk ook onze eigen slogan, dus daarvan heb je deze button hier. Standaard voor leven is borstvoeding geven. Is deze slogan is zelf ontworpen door een van onze eigen verloskundigen, als ik een naam mag roepen, Susanna Groenebouw. Een van onze eigen verloskundigen. En daar gaan we er ook helemaal voor. In dat kader, want we zijn dan in de week van de borstvoedingsweek, gaan we ook voor, als ik dat even mag geven, meegeven, dat we voor het niet-verplegend personeel ook infosessies gaan hebben in de borstvoedingsweek omtrent borstvoeding en hoe dat te promoten en hoe daarmee om te gaan. En hoe dat ons brengt naar een kindvriendelijke instelling. Wat onze doelen daar weer zijn in het ziekenhuis. Specifiek aan de ouders. Borstvoeding geven is meer dan alleen voeden van jouw kind. Het is een stukje gezondheidszorg. Want het heeft alle voedingsstoffen en antistoffen erin die de baby beschermt. En helpt voor de groei en ontwikkeling van het kind. Is een stukje opvoeding. Want doordat de baby leert om zelf te vragen naar de voeding en wanneer dat kind verzadigd is, dan te stoppen met die voeding, dan leert het kind ook keuzes maken voor later. Is ook een stukje opvoeding. Het is een stukje cultuuroverdracht. Want door die borstmelk, door die borstvoeding, raakt dat kind ook gewend en leert het kind ook de smaken kennen van voeding die het gezin gebruikt. Want dat alles komt ook weer voor in die borstvoeding. Dus borstvoeding alleen is niet gewoon voeden, is veel meer dan dat. Het is gezondheidszorg, het is onderwijs, het is opvoeding, het is cultuuroverdracht. En tegelijkertijd, als we veel meer borstgevoede kinderen hebben, hebben we ook een gezondere maatschappij, want je hebt gezondere volwassenen die natuurlijk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de productie van het land, waardoor ook de staatsbegroting er minder druk is daarop. Ja. Geweldig, dank u wel nogmaals, dank u wel dames. Zoals jullie het hebben gehoord van deze twee heel ter zake deskundige dames omtrent dit onderwerp, het belang van borstvoeding, dan hoop ik het niet aan het einde van deze aflevering van Opinie. Maar dan weet ik het zeker, voor deze aflevering durf ik het te zeggen, weet ik het zeker dat u heel veel heeft bijgeleerd omtrent borstvoeding. Maar mocht u voor de helft naar deze aflevering hebben gekeken of hem helemaal hebben gemist, of misschien hebt u hem gehoord van iemand, hoe leerrijk deze informatie was dat de twee dames met ons hebben gedeeld, dan nodig ik u uit om dus op de woensdag en de vrijdag naar onze herhaling te kijken. Telkens om 9 uur 's avonds via kanaal 8.3. Ja, ditzelfde kanaal. GovTV. Of gaat u rustig naar onze YouTube-channel. Het Nationaal Informatie Instituut. Nationaal Informatie Instituut. Zo heet onze channel. En dan zoekt u dus deze aflevering van Opinie. En dan gaat u er rustig doorheen. Rest mij u een fijne kijkavond toe te wensen. Tot de volgende aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.